Deze expressieve man is een bijzondere verschijning op zo'n beetje alle festivals in binnen- en buitenland. Hij is uniek in stijl en met zijn originele sound en performance steelt hij het hart van menig dansfan. Ik zit hier naast Job Smeltzer, beter bekend als La Fuente. Alsjeblieft, Job, hoe is het met je? Het gaat heerlijk. Jij reist al jaren heel de wereld rond. Kan je me meenemen naar het begin, hoe het allemaal begon? Oh, ja, dat kan ik wel. Het begon op mijn kamer toen ik 13 was met een zaklamp op mijn platenspeler die dan ronddraaide. En dan had ik een discolamp. En dan elke vrijdag nodigde ik al mijn vriendjes en vriendinnetjes uit. En dan moest ik nog met een cassettebandje de nummers kiezen. En dan ging ik 's middags alles al met stickertjes klaarzetten. En daar begon eigenlijk bij mij een beetje de vibe om samen met mensen een leuke avond te hebben. En daar deels verantwoordelijk voor te zijn, wat ik heel erg leuk vind. Wilde jij echt vanaf kinds af aan al DJ worden of iets met muziek doen? Nou, toen ik 13 was, ik ben nou iets ouder dan 13, maar toen ik 13 was, toen was het nog niet zo'n hype. Toen ik wilde gewoon doen wat ik leuk vond om te doen. Ik had na een paar jaar een drive-in, dus daar had ik mijn eigen spullen en dan ging ik op bruiloften, hockeyfeesten, bedrijfsfeesten draaide ik. En wat daar altijd mijn drive was, was gewoon met muziek inspelen op wat mensen willen en die mensen een leuke avond bezorgen. En daarna kom je dan in een barretje en in een club en in een andere club. En toen kwamen de festivalletjes en toen stond je op een festivalletje. En zo ben ik eigenlijk heel erg meegegroeid. En zo is ook de visie en wat ik wil meegegroeid. Dus ik ben nooit echt begonnen van ik wil later DJ worden. Ik wil altijd ondernemer worden, eigen baas. Daar ben ik, dus dat is ook gelukt. Maar ja, dit is stiekem wel altijd wat ik heel erg leuk vond om te doen. Dus uiteindelijk ben ik goed terecht gekomen. Je hebt het ontzettend druk, maar wat doe jij nou als je niet in de studio zit of niet aan toeren bent, gewoon in het dagelijks leven? Mijn auto's wassen. Ja? Vind je dat leuk om te doen? Heerlijk. Is voor mij een beetje, is voor mij echt ontspanning. Ik moet hierna nog door, daarna nog door en dan ga ik vannacht zelfs die auto wassen. Dan, ja, is een soort, ik weet niet, het is een soort... Een soort tik. Een soort tik ook. Ik wil het schoon en op orde hebben. Ik ben best wel een beetje een controlfreak. Maar ik vind dat heerlijk. Weet je, je zit hier in zo'n vibe, in zo'n hype met het publiek en met mensen. En ik stap dadelijk de auto in en in die auto is het helemaal stil. En dat contrast is soms heel groot. En daar heb ik echt wel even voor nodig om die hartslag en alles terug te krijgen. En dat gaat met een emmertje met sop en een handschoen soms best wel lekker. Je hebt ook een track gemaakt met Appster samen, Stick Up, dikke track trouwens. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, daar kan ik meer over vertellen. We zitten veel in de studio. Ik maak eigenlijk heel veel dingen ook puur voor mezelf. Dat ik weet als ik een set als vandaag heb of wat dan ook, dat ik exclusieve dingen kan draaien. Ik maak niet eens alles om uit te brengen. En Stick Up was eigenlijk een plaat vorig jaar. Die maakte ik voor de festivals, gewoon een lekkere festivalpomper. En was heel effectief. En dan kwamen op een gegeven moment collega's naar vragen van hey, mag ik die ook hebben, mag ik die ook hebben? En toen kwam die ook bij Afrojack en bij Appster. En die zeiden van ja, Appster zei ik zou die break eigenlijk anders doen. Toen zei ik nou, doe je ding. Hier heb je alle sporen, hier heb je alles. En toen zijn we samen gaan knutselen. En uiteindelijk zeiden we nou oké, let's go. En uitgebracht, Stick Up. En zo ontstaat het eigenlijk het leukst. Ik maak iets en dan voel je vanzelf wel of het leeft. En als het leeft, duwen we hem eruit. Dus maar hij ging ook weer lekker vandaag. Je hebt ook je eigen podcast, Full Colors. Kan je daar wat meer over vertellen? Nou, jij bent best goed op de hoogte. Klopt, Full Color. Hier staat het. Full Color is een soort vibe wat om mij heen hangt of zo. Alles komt eigenlijk samen in kleur. Wat ik net al zei, ik hou er heel erg van om in te spelen op wat mensen willen. Dus ook in te spelen op publiek. Ik denk dat ik 2 jaar geleden of 3 jaar geleden zoiets ben begonnen met die podcast. Alleen ik dacht, ja, fucking saai om nummer 1, nummer 2, nummer 3. Want jij weet misschien zelf, tenminste ik heb dat. Als je een versie 1 hebt en daarna komt de versie 2, hoef ik niet meer versie 1. Ik wil altijd dan het nieuwste hebben. Maar ik dacht, ik wil mijn podcast iets tijdlozer maken. Het moet meer een omschrijving van een vibe worden. Dus ik dacht, ik ga geen cijfers geven, maar ik ga een soort kleur aan mijn podcast geven. Waardoor ik ook weet wat voor podcast ik moet maken. Dus bijvoorbeeld Morning Yellow heeft een hele andere vibe dan Shiny Black. Omdat dat klinkt anders. Morning Yellow is voor zondagochtend als je naar je werk fietst, lekker relaxed.
en shiny black is als je naar een festival gaat en wil knallen. En ook door die naam te geven kan ik zelf een bepaalde vibe neerzetten. En kan ik ook aan mensen een soort verzameling geven van dat jij zegt ik ga nu sporten, ik heb zin in dat. Of ik ben nu chagrijnig, ik heb zin in dat. Dat is eigenlijk de filosofie achter mijn podcast en wat het voor mij ook heel leuk houdt om het te maken. Je zit al dik 15 jaar in het vak. Als je nou terugdenkt, 15 jaar terug, wat is voor jou het meest bijzondere moment uit je carrière tot nu toe? 15 jaar terug, hey. Is niet leuk om te horen. Ja, dat is een lange tijd. Wel leuk om te horen. Maar wat eigenlijk het leukste is, nou, wat bijvoorbeeld wel echt voldoening geeft, is dat je, toen ik wat jonger was, ik kom uit Eindhoven, waren bijvoorbeeld ook festivals als Extreme of zo waren net begonnen. En ik weet dat mijn broer daar bijvoorbeeld naartoe ging, ik was veel te jong, maar ik ging dan op mijn fiets, ging ik daar aan de hek staan. Mensen kijken hoe het naar binnen ging, naar de muziek luisteren, ik vond dat helemaal de bom. En als je ziet wat wij in 15 jaar hebben gedaan, maar vooral 15 jaar, de eerste 8 jaar was met de drive-in, de laatste 7 jaar, 8 jaar is eigenlijk als La Fuente. Als je ziet wat we allemaal hebben gedaan en hoe we in festivals zijn gegroeid. Als je bijvoorbeeld vorige week sloot ik Solar af op zondag. En 7 jaar geleden opende ik hem op zaterdag. En als je ziet dat je zo van een openingstijd later op de middag naar het afsluiten gaat. Dat soort dingen zijn heel mooi. Dit ook. En een paar jaar geleden dacht je, oh, als ik toch ooit eens een keer op Dance Valley mag staan, dan oh. En nou zit je, interview, je hebt net gedraaid, Dance Valley op de achtergrond. Het zijn besefmomentjes, noem ik altijd. Maar die momenten zijn heel mooi. En het feit dat het put mij nooit uit. Mensen vragen wel eens, ben je niet moe? Dit geeft zoveel power. Ja, dus ik heb niet echt een moment. Ja, de besefmomentjes vind ik het mooist. Mag ik jou heel erg bedanken voor je tijd. Ik vond het hartstikke leuk. En ga alsjeblieft zo door, want je hebt al ontzettend veel laten zien. En ik weet zeker dat er nog veel meer komt. Dames en heren, La Fuente.